Hallo, ik ben Heidi Duflo en welkom bij deze vlog Ouder worden is leuk. Ik ben bij Severines, een gemeenschap voor mensen met een verstandelijke beperking. En ik ga vandaag met Cor in gesprek over het boekje Oud worden is leuk. Nou Cor, dan zijn we nou bij jou op jouw kamer. Gaan we het over dit boekje hebben. Ja, Oud worden is leuk. Ja, het antwoord is leuk. Hoe oud ben jij Cor? Ik heb morgen 69. Word jij morgen 69? Ja. Hé, en als je 69 bent, krijg je dan net als deze meneer rimpels? Heb jij ook rimpels, Cor? Nee. Heb jij geen rimpels? Nee. Nee? En wat gebeurt er met je lichaam, staat er in het boekje? Ja, kijk maar eens goed. Die meneer, wat heeft hij? Rollator. Een rollator. Heb jij ook een rollator? Nee. Heb ik vroeger gehad. En wat heb je nu? Niet meer. Alleen een rolstoel. Alleen de rolstoel? Ja. Oh. Kan jij nog lopen, Cor? Nee. Nee? Nee, ik heb niet aan de eigen staan. En dan zeg ik... Dan ga ik naar onderen. Oh, dan zak je naar onderen. Dan zak je door de benen. Ik zak door mijn knie. Door je knie. En deze meneer zegt, ik vind het wel fijn als mensen mij komen helpen als ik ouder word. Ja, mijn ik. Ze komen mij altijd helpen. Komen ze jou ook altijd helpen? Ja. En dat is wel fijn. Ja, smorgens in bed kom. Smorgens als jij uit bed komt. Je douchen. En mijn douchen. Hé, hey, Cor. Ja? Nou had ik nog een vraagje, hè? Ja? Er staat hier een mooi schemaatje in het boekje. Ja? Van allemaal mensen, hè? Van een baby naar een kind, naar een grote man, naar een oudere meneer. Op welk plaatje lijk jij het meeste? Op deze meneer? Lijkt jij daar het meest op? Ja. Die staat. Die doet op zijn benen staan. Sta jij ook op je benen? Nee, je zit. Jij zit? Ja. Op welk plaatje lijkt je dan het meeste? Ik ben niet. Dat ben jij. Ik zit. Jij zit. En die meneer is in de roze zit. Ja. Die kan ook niet lopen. Die kan ook niet lopen. Dus deze meneer die in de rolstoel zit, daar lijk jij een beetje op. Ja. Cor, ik wil jou bedanken voor dit leuke gesprekje. Ja. Hoe vond jij het? Leuk. Leuk? Ja. En is oud worden leuk? Ja. Ja. Bedankt voor het kijken. En namens Cor en mij, misschien tot de volgende keer. Ja. Dag.